Flevoland valt langzaam droog. Op verschillende plaatsen is men reeds begonnen met het in kaart brengen van de bodem. Met behulp van holle wandelstokken worden om de 100 meter grondmonsters genomen. Door dit grondige onderzoek krijgt men een nauwkeurig beeld van de samenstelling van de bodem, hetgeen voor de toekomstige exploitatie van de polder van groot belang is. Behalve landbouwkundigen zijn ook oudheidkundigen in de bodem geïnteresseerd. De paarschreef...